En ik kijk. Ik zeg, godverdorie, mijn hele doos is weg met mijn alles erin. Ik was helemaal in paniek. Albert van 92 en Hieke van 90 runnen al 57 jaar een textielwinkeltje aan huis in Winkel. Het echtpaar is op brutale wijze beroofd van al hun spaargeld en hun sieraden. Toen gistermiddag, toen werd gebeld en ik kijk. Ik denk, hé, een jong meisje voor de deur. En toen zei ze, ik kom voor een sjaal kijken. Nou, ik zei, ik heb genoeg sjalen, dan moet je maar even kijken. En dat duurde zo'n beetje 10 minuten. En toen ging de deur en toen stapten er 3 in. 2 vrouwen en een man. En die man, die vloog direct op een trui af en die zei, wat kost die? Omdat in de winkel alleen contant kan worden betaald, geven ze aan even elders in het dorp geld te gaan pinnen. En toen zei ik, ze gingen er 3 de deur uit. Ik zei, nou, wat willen die 4e nou? Ja. Nou, ik roepen, hey, ben jij er nog? Maar ze is nergens meer te bekennen. En ook de rest komt niet meer terug. Als Albert 's avonds naar bed gaat, komt hij er pas achter dat al het geld wat ze onder hun matras bewaren, weg is. En dan doet het bakje open en de 3 enveloppen waren eruit. Ieder 5000 euro zat erin. Dus bij elkaar? 15. Ook wordt een kist met bijna 10.000 euro aan sieraden meegenomen. En toen kwam het nog en toen zei ik, hé, mijn huishoudportemonnee. En ik pak die portemonnee eruit en daar zat het huishoudgeld in, 750 euro. Nou, ik zei, dat John, die is ook leeg. Dus het is eigenlijk 57 jaar aan spaargeld. Ja. Het geld was bedoeld voor de kinderen en om de uitvaart ervan te betalen. Klein blok in je keel. Dat ze daarmee bezig zijn. Ja. Ja. Want dat wisten jullie eigenlijk niet? Nee. Het echtpaar wil nog wel graag zeggen... Dat de mensen, de oude mensen, het geld niet onder het bed hebben moeten. Nee. Niet onder de matras. Een andere kassie. Nou, wij hebben er niks meer aan. Het is weg. Krijg het nou nooit door elkaar. Nee. Nee.